Saiko is een van de bekendste artiesten in Suriname. En hij is ook een van de eerste die meer dan 1 miljoen streams heeft gehaald op de streamingdienst TrekDrip. TrekDrip is de toekomst van de Surinaamse entertainment scene. Hij is ook uitbetaald voor wat betreft de views die hij gekregen heeft op TrekDrip. Ryan LaRose heeft daar een verslag van gemaakt. Hij heeft natuurlijk met Saiko gesproken, maar ook met de CEO van TrekDrip, Giovanni Ravenberg. Bij deze overhandig ik jou dit, wat je hebt verdiend voor minimaal 1 miljoen streams. Intussen meer, maar bij deze alsjeblieft. Thank you, Gio. Thank you. TrekDrip, sowieso een goeie moment. Goeie. Saiko, je nou af de eerste artiest op 1 miljoen streams op TrekDrip en ik kies amore hier bedrag $5,000. Je doet moro fayari. Dus deze man moest volgen gewoon mijn loop taxami odo. Dan gaan ze naar de planning. Dus man moest dan volgen me gewoon op media, Instagram, Facebook. Maar sowieso deze man kan verwachten boom voor zijn. One plan is Amerika, one sans of Abi, zou so, die deze man dat deze man kan direct, we doen aan de jeugd. Gia jeugd is dat weet toch. Dus. Pemi Guru Kong Abrabroki, dus sowieso de Chinat Kafarwa van Biggie Sam. En jullie qua artiest, jullie nou ondernemer, jullie zijn best uit die IG business vorig jaar. Wat is de historie dat je wakker want jullie tak van Igong, Ibigi, en Meka Moni, maar in Owan, not Nabaka, if you abib ching, in one lipwas en Nabaka. Zij de je denkie zo of je denkie Morofara? Oké, omdat Ayers aan attack Miguro Kong in a ghetto is abien. In een safas van Michelin, ik ga zelf in de hostel, is abito, dus daarom ik me pota. Akrachti, nanga koni, nanga moni sami abi, go in a system dat voor a system katan libi sabi toch, dus dat neem. En jouw roko gombi de tra Dorosei Kondre in Moro Lekonland, België, Duitsland, alla de tra Kondre sa de? Ja, we de bezig, nanga walo tra artiest voor dape, we de bezig refe plan one tour, one Europa tour, sabi toch, dus gewoon desma moest aanvallen, dat de moosje alles aan. Oké, het is sowieso een mijlpaal. Het is voor het eerst dat een artiest zoveel streams heeft behaald en zo veel is uitbetaald. Het is ook duidelijk motivatie geweest voor andere artiesten om hun content te brengen naar ons platform. En ik hoop dat er steeds meer komen. En TrekDrip is al een tijdje bezig, al maanden bezig. Het gaat steeds beter. Wij merken ook steeds weer de ontwikkelingen. Wat kunnen wij nog meer verwachten? Want binnen zo'n korte tijd heeft ze album vorig jaar nog gelaunched. En binnen korte tijd heeft ze meer dan 1 miljoen streams dus nu kunnen halen. Wat kunnen wij nog meer verwachten? Oké, sowieso meer streams, meer content. We hebben onlangs ook een deal, een mega deal gesloten met Top Notch en Noah's Ark. Dus nu is ook alle trending Dutch urban muziek heel snel via ons te streamen. Zodra ze uit zijn, is een mijlpaal. We gaan voor meer content. Niet alleen content wat ons bekend is en dichtbij van ons is, maar ook content in Amerika, andere streken. Dus we groeien. En hoe reageert men tot nu toe op TrekDrip? Want jullie hebben het draaiende gehouden. Er zijn vaker genoeg berichten verschenen. Maar hoe ontvangt het publiek TrekDrip zelf? 1 miljoen streams krijg je niet van 10 mensen. Dus dat zegt al wat. Het feit dat we 1 miljoen plus streams hebben op één album. En het feit dat we 100.000 plus streams hebben per dag op het platform. Geeft aan hoeveel mensen op het platform zijn en hoeveel mensen het platform gebruiken. Dus de mensen reageren goed. We werken aan de communicatie om alleen maar voor te kunnen zorgen dat de mensen steeds beter reageren op het platform. De straat.